Het Wereldfeest is een jaarlijks feest dat in Leuven wordt georganiseerd rond de Noord-Zuid thematiek. Dit jaar is het thema van het Wereldfeest Hoop doet vluchten. Het gaat dus eigenlijk over vluchtelingen en over de redenen waarom dat zij hun land verlaten. Eigenlijk hopen we allemaal op een betere toekomst, op een job, op een kind, op een goed gezin, op een goed leven enzovoort. En vluchtelingen hebben eigenlijk geen andere hoop dan wij allemaal. Hier, ik voel me thuis, echt waar, bij deze feestje zo. Waarom ben je naar België gekomen? Om te pikken. Nee, het is vluchten van democratie. Vroeger was geen democratie bij mijn land. Sommige mensen die komen voor economische reden hier. Maar ik kom alleen voor die vrijheid. Ik ben hier voor de situatie economica en más que todo por dar un mejor estudio a mis hijos. Agradable. Que vemos que todas las culturas se unen en un solo día y todos nos integramos. Hoop doet vluchten is een goede titel in de zin dat mensen die vluchten hopen dat waar ze terechtkomen er op zijn minst een deftige ontvangst is. En dat is iets wat wij in België, waar het op min of meer goed gaat, echt wel kunnen voorzorgen en zouden moeten voorzorgen. We zijn eigenlijk heel blij dat we vandaag kunnen deelnemen, omdat dat voor ons een kans is om een beetje te tonen van hoe dat miljoenen vluchtelingen wereldwijd leven. Want de meesten leven uiteraard niet in een thuis, maar met name in Afrika, in Azië, leven ze echt in tenten zoals we hier eentje meegenomen hebben. Ze vinden het gewoon ook wel heel spannend. Ik zie dat ze soms een beetje schrik hebben om erin te gaan, maar één keer daarin dat het een soort vakantie precies is. Kun je mij zeggen waar jij op hoopt? Dat de wereld later beter wordt en dat alle armoede eigenlijk niet meer gaat zijn. Eigenlijk. Ja, ik denk dat dat hoop is. Het verlangen eigenlijk. Het verlangen om een bepaald toekomstbeeld te realiseren. Oh, graag de armoede de wereld uit, maar dat is een beetje een utopie. Maar blijven hopen. Hè. Sommige mensen noemen mij een vreemdeling. Weer anderen noemen mij een vluchteling. Ondanks mijn verschillende statuut ben ik ook een mens net als jou. Different people and all nationalities, and we are all here. And you can see everybody is happy and everybody is just. And it's nice that we join together, we mix up together, to know each other very well. I think that's how we have to live together in Belgium. We are happy for what is going on. When I say.